De organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS, en de regering hebben vanmorgen een principeakkoord bereikt. Partijen hebben elkaar vanmorgen gesproken ten aanzien van een voorlopige tariefsaanpassing. De vorige week vrijdag hebben de OBS-leden de bussen in de garage gehouden en de boten aan de ketting. Het werk is neergelegd uit onvrede over de tarieven die al jaren zijn achterhaald. Rajesh Ori, hij is secretaris van de OBS, is tevreden met het voorlopig principeakkoord. De onderhandelingen over de verdere aanpassing van de tarieven worden in augustus voortgezet. We hebben vanmorgen gesproken met de minister van OETNC. U weet, de onderhandelingen worden nu gevoerd door de minister van OETNC. Al die jaren is het gegaan via het ministerie van onderwijs. We hebben een principe overeenkomst kunnen bereiken met hem waarbij we of voorlopige aanpassing hebben van de tarieven. En dat we in augustus verder gaan praten. voor de verdere aanpassing van de tarieven. Orry zegt verder dat het voorlopige akkoord er goed uitziet. Maar over bedragen wilde hij niets kwijt. Het bestuur van de OBS moet hierover een algemene ledenvergadering beleggen. alvorens de tarieven openbaar, of, alvorens de tarieven openbaar te maken, zegt hij. Het wachten is nu op de leden van het binnenland en die komen pas in het weekend naar de stad. Aldus Regis-Ori, secretaris van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname.